Het is augustus 1930. Enkele leden van de Engelse Model Railway Club zijn op bezoek in Antwerpen. Een van hen, Henry James Stretton Ward, heeft een 16 mm filmcamera meegenomen. Stretton Ward en zijn vrienden zijn naar Antwerpen gekomen voor de wereldtentoonstelling voor koloniën, zeevaart en Vlaamse kunst, waarvoor de stad in een feesttooi verkeert. Op het tentoonstellingsterrein is een miniatuurspoor aangelegd. De locomotief is in 1925 gebouwd door Kraus in München. Bij het ontwerp van de locomotief heeft de Engelse Ravenglass en Eskdale Railway geassisteerd. De spoorbreedte is 15 inch of 381 mm. Maar dat is alleen bij de wereldtentoonstelling. Buiten rijden echte treinen. Onze filmer Stretton Ward kijkt in Antwerpen Centraal gefascineerd naar de Pruisische en Belgische locomotieven. Nadat een type 9 het station is binnengelopen, moet de machine wachten tot de trein is weggerangeerd. Een Pruis type 66 en een type 18 zijn ook net aangekomen. Met de spuikranen wijd open vertrekt een type 9. In een kopstation moet veel gerangeerd worden. In Antwerpen worden hiervoor tenderlocomotieven van het type 11 gebruikt. Met de Antwerpse zoo als decor poseert een type 40, een veteraan uit de Eerste Wereldoorlog, voor de filmcamera. Een andere veteraan, een Columbia type 12 bis van de Belgische staat, poseert enkele sporen verderop. De Pruisische S6 type 66 staat vertrekkens klaar. Een type 41 wacht af en kijkt toe en een type 11 maakt zich snel met een rangeerconvooi uit de voeten. Dan met doorslaande wielen vertrekt de 66. ...43,5 kilometer is het naar Brussel. Maar wij blijven in Antwerpen om te genieten van de locomotievenparade. Met blazende veiligheidskleppen vertrekt een type 9. De ketel is mooi glad, de machine heeft geen voorverwarmingsinstallatie. Nogmaals de Columbia, een van de allerlaatste. De locomotief is gehuisvest in stelplaats Berchem. Weer een type 9 nu met voorverwarmingsinstallatie, waarvan een van de reservoirs duidelijk aan de bovenzijkant van de ketel te zien is. Een Pruisische S9 type 69 loopt binnen met een trein uit Nederland.
De rust keert weer in het station, maar niet voor lang. Een prijs S9 en een type 18 uit de Macintosh-periode van de Belgische staat maken zich gereed om te vertrekken. Met de grote Pruisische sneltreinlok S10, type 60, die met een bloktrein naar Brussel vertrekt, nemen we afscheid. Nee, niet van Antwerpen, maar wel van het jaar 1930. Antwerpen Centraal, de middenstatie, 17 jaar later, augustus 1947. Min of meer ongeschonden is de spoorwegkathedraal de oorlog doorgekomen. De nu volgende filmbeelden danken wij aan Albert Nijmeijer. In 1935 is de lijn Antwerpen-Brussel geëlektrificeerd. Een crème-geel-blauw geschilderd vierwagenstel uit het beginjaar 1935 staat te wachten op haar beurt om te vertrekken. Eerst echter vertrekt een uit 1939 daterend tweewagenstel naar Brussel-Noord. We zullen meerijden. Links de sporen van de uitwijkbundel Congo. Het zijn huisblok 22 en stelplaats Berchem. Station Berchem met zijn huis, blok 21. Stoomtractie speelt nog een belangrijke rol. Slechts de twee sporen van lijn 25 naar Brussel zijn elektrisch. Vanuit dit vierwagenstel uit 1935 springen we even over in een stoomtrein en laten ons inhalen door een ander vierwagenstel dat net uit Mechelen is vertrokken. Terug in de elektrische trein. Eerst een krokodil, dan de stelplaats Schaarbeek. De trein rijdt door, maar wij pauzeren in Schaarbeek. We zien hier een vierwagenstel op weg naar Brussel, terwijl even later de 29064 uit het station Schaarbeek vertrekt met een stoptrein. Een tweewagenstel spoedt zich naar Brussel-Noord, even later gevolgd door de 29077 met een sleep goederenwagens.
Een andere 29, ditmaal met een omnibustrein, vertrekt uit het station Schaarbeek. Type 31 wacht op de achtergrond met een goederentrein. Nadat een draisine en een zware Pacific van de type 10 gepasseerd zijn, bezoeken we de steltplaats van Schaarbeek en treffen daar de gestroomlijnde Atlantic 12006. Deze machine heeft als bijzonderheid een stoomverdeling met kleppen en een nokkenas. Die nokkenas wordt aangedreven door de horizontaal lopende stang die zichtbaar is in de uitsparing in de stroomlijnbekleding. Als de locomotief gaat rijden is te zien dat de stang ronddraait. Ze krijgt haar beweging direct van de drijfas via tandwielen. De stoomverdeling is genoemd naar de uitvinder, de Italiaan Caprotti. Terug in de elektrische trein voor het laatste stukje naar Brussel-Noord. De spoorwegwerken zijn in volle gang. Op de achtergrond het nieuwe Noordstation in aanbouw. Het oude kopstation Brussel-Noord moet wijken voor een nieuw, hooggelegen station. Over viaducten en door een tunnel zal dan direct doorgereden kunnen worden naar Brussel-Zuid en is kopmaken niet meer nodig. De spoorwegwerken waarbij dit alles is gerealiseerd, begonnen al voor de Eerste Wereldoorlog, werden daarna stilgelegd, terug opgestart op het einde van de jaren 30, tijdens de Tweede Wereldoorlog in zeer beperkte mate voortgezet en eerst op het einde van de jaren 40 geïntensifieerd. De Noord-Zuidverbinding werd uiteindelijk in dienst genomen in 1952. Een blik op de spoorwegwerken, op de achtergrond de toren van het nieuwe Noordstation. Even rijden de treinen over een viaduct, dan zullen ze de tunnel ingaan. Op de voorgrond de bouwput voor het latere station Brussel Centraal. Vanaf daar gaat de tunnel verder naar het nieuwe station Brussel-Zuid. Maar zover is het nog niet. Voorlopig ligt de stad nog overhoop en staat het oude Zuidstation nog overeind. Dreigend verheft het nieuwe Zuidstation zich boven het oude, dat al gedeeltelijk is afgebroken. Nog staan de treinen gereed hier met een type 48. Maar binnenkort zal hier alles onherkenbaar zijn veranderd. Brussel station Leopoldswijk, zomer 1947. Uit de richting Namen komt een type 10 binnen. Na een korte stop gaat het verder naar Brussel-Noord.
Terwijl nog een trein uit Namen, ditmaal met de 29, binnenloopt, vertrekt een andere met een sleep coupé-rijtuigen naar Ottingen. Bij het station is een draaischijf, zodat treinen hier kunnen beginnen of eindigen. Leopoldswijk is het beginpunt van de eerste elektrische spoorlijn in België, de Brussel-Tervuren, 14 kilometer lang. Sinds december 1931 rijdt men hier elektrisch, 3,5 jaar eerder dan bij de NMBS. Laten we een ritje naar Tervuren maken. Tot Etterbeek rijdt Brussel-Tervuren naast de sporen van de NMBS, lijn 161 naar Ottingen en Namen. Daarna gaat het onder het viaduct van de Arnaud-Fréteur-laan door, onder lijn 161 en de oostelijke ringlijn door en dan zijn we op eigen baan. Er wordt rechts gereden. Het laatste gedeelte is enkel spoor. Tervuren, het eindstation. Op 31 december 1958 was het gedaan met dit lieftallig lijntje. Niet alleen de eerste elektrische spoorweg in België, maar ook de eerste elektrische spoorlijn die verdween. Nog eenmaal het eerbiedwaardige Noordstation aan het Rogierplein in Brussel. In 1846 werd het station in dienst genomen, maar de bouwwerken werden eerst beëindigd in 1862. Het is een van de oudste stations van Europa. De express uit Spa en Luik loopt binnen. Het is een tweeledig dieselstel van het type 620. De 12.004 vertrekt. Het is de machine die bewaard is gebleven. Binnenliggend drijfwerk gecombineerd met buitenliggende contrakrukken. Altijd een boeiend gezicht. Kort na elkaar verlaten een Flamme, type 10, een elektrisch stel uit 1939 en een motorrijtuig type 608 het station. Links het seinhuis van Brussel-Noord, waarvan nog maar de helft overeind staat. De spoorwegwerken eisen hun tol, evenals de inflatie. Op initiatief van minister Van Akker worden tenders van locomotieven gebruikt in de strijd tegen de geldontwaarding.
De express, zo even aangekomen uit Spa in Luik, staat alweer gereed voor de terugreis. Een kopstation is voor een dieselstel geen probleem. We rijden mee naar Luik. Bij het passeren van de stelplaats Schaarbeek zien we de bekolingsinstallatie. Bij Schaarbeekvorming kruisen we lijn 25. De tot nu toe enige elektrische lijn van de NMBS. Zonder te stoppen gaat het door naar Luik. Inmiddels hebben we Leuven al gepasseerd. Station Tienen. Onder de kap staan twee stoomtreinen gereed. De trein geheel onder de kap zal ons als stoptrein volgen naar Luik. De andere, met de locomotief net buiten de kap, staat op het punt te vertrekken naar Diest. Een waterkolom. De dieselmechanische 620 hoeft er niet voor te stoppen. Gelukkig maar, want onze trein heeft officieel wel 62 staanplaatsen naast 134 zitplaatsen. En lang staan wil niemand, ook al is het sporig landschap nog zo mooi. Het voorsein kondigt een stoptonend hoofdsein aan. Maar als we bij het hoofdsein aankomen, het is tevens een kandelaarsein, staat dat inmiddels op veilig. Station Warm. Van de diesels type 620 zijn in 1939 12 stuks gebouwd als type 652-1. Ze hebben twee motoren van ieder 370 pk. In 1947 waren er nog 10 in dienst. Inmiddels rijden we langs het emplacement van Voru-Goreu, kort voor Anse. Nee, type 31, je kunt ons niet bijhouden. Anse, een Pruisische G81, type 81, een trein volgeladen met Peugeots en de stelplaats, afgeladen met types 81 en 53. De afdaling naar Luik begint. Tegemoetkomende treinen krijgen een duwtje in de rug. Hopré, vroeger was hier een stationaire stoommachine om met een kabel de treinen op de hellende vlakken omhoog te trekken. En nu geen diesels meer. Wij willen stoom. In 1947 is dat in Luik geen enkel probleem. De tram probeert ons op andere gedachten te brengen, maar dat zal niet lukken.
type 57, een Amerikaan uit de Eerste Wereldoorlog. Een Pruisische T16-1, type 98. Twee Pruisische P8'en, type 64, een type 10, en daarmee is nog lang niet alles gezegd. We geven nu het woord aan de locomotieven. Belgische 99ers en Duitse 98ers staan op het spoor Françoise, dat voor opdrukloks gereserveerd is. Een type 98 zal de trein die nu met de 10.047 binnenloopt, straks omhoog helpen tot Ans. Na de 10.047 zal een goederentrein met de 2919 een poging doen om de helling te nemen. De zware trein heeft twee 99ers nodig. En een lichte trein heeft aan één 98er genoeg. En voor ons is dit de laatste trein op de helling. Thank you.
stelplaats Luik draagt in 1947 nog de sporen van de bombardementen 3 jaar eerder. Type 9, we zagen haar in 1930 in Antwerpen. Inmiddels heeft de machine windlijplaten gekregen. Type 41 gaat kolen nemen. Ondertussen wordt de rookkast leeggeschept. Station Luik, Palais. Een Duitse oorlogslocomotief, type 26, en een dame die pas op het laatste moment ziet dat het eerste rijtuig is afgesloten. Station Luik-Longdo met een 6300 van de Nederlandse spoorwegen. De 6300 vertrekt naar Maastricht en passeert een typisch Noord-Belgische Seine. Ook de rijtuigen zijn afkomstig van de Noord-Belgische. Stoom bij de buurspoorwegen. De Vaartkaai in Antwerpen en het Albertkanaal, maart 1965. Een locomotief type 20 rijdt het emplacement Merksem IJskelder op. Hans-sur-Lesse, 1947. Zoeven is uit Rochefort de stoomtram aangekomen. Nadat de locomotief van het type 19 is omgelopen, zal ze terugrijden naar Rochefort. De locomotief is in de Eerste Wereldoorlog in Engeland gebouwd.
Primont, september 1964. Voorzichtig steekt locomotief 801 de weg Luik-Ewaille over. De tram is op weg naar Pulseur. Het is aan de steenindustrie te danken dat op deze normaalspoorlijn, die ooit doorliep tot Troo, nog stoomtrams rijden, al is het niet voor passagiers. Nederland heeft stenen nodig voor de verlenging van de pieren van IJmuiden, de toegangshaven van Amsterdam. De Nederlandse regering heeft in 1961 een grote order geplaatst bij steengroeven die aan de tramlijn liggen. Op weg van Sprimont naar Pulseur wordt de tram steeds langer. De bijna 80-jarige locomotief heeft er geen moeite mee, want het gaat helling af. Niet alleen de locomotief, maar ook de pakwagen is van de buurtspoorwegen afkomstig. De wagens worden verzameld in Pulseur. Elke dag gaat een trein naar Nederland. Nadat de 801 haar dorst heeft gelest en is verzorgd, gaat ze met lege wagens terug naar Sprimont. Nu moet er gewerkt worden, want het gaat omhoog. Lege wagens hebben ook gewicht. Als de order is uitgevoerd, is het afgelopen met de stenentram. Op 30 april 1965 wordt het vuur van lok 801 voorgoed gedoofd. Saint-Guilain, september 1964, de laatste stomers van de NMBS. Hun dagen zijn geteld. De kolenwagens zullen het ook niet lang meer maken. Luik-Guillemin. Een trein uit Keulen loopt binnen met een type 29 die in grensstation Herbestal voor de trein gekomen is. Type 29, de Jeep, waarvan de NMBS er 300 had, domineerde gedurende de laatste stoomjaren. Wij besluiten deze film met een serie beelden, de meeste van juli 1964, die bedoeld zijn als een kleine hommage aan deze karakteristieke machine. Inmiddels zijn we in Herbestal.
tussen Aken-West en de Belgische grens. Twee vijftigers van de Bundesbahn helpen mee om Volkswagens in Antwerpen te krijgen. De tunnel van Botselaar. Volkswagens Duitsland uit. En Fords erin. De brug over het dal van de Geul bij Moresnet, zomer 1964. Op de hitparade staan de Rolling Stones met It's All Over Now. Ja, en zo is het ook.